je werd opgevoed aan de hand van de sociale leer van de kerk die leefde 13e in het begin van de 20e eeuw. Die is Rerum Novarum verschenen, dus in 1931 is daar Quadragesimo Anno is daar opgekomen. Dus wij op seminarie, wij werden niet specifiek georiënteerd in hoe sta je daar tegenover. Maar je leerde dus de eigen maatschappij opvattingen van de kerken leerde je kennen. Dus mijn persoonlijke aanraking met het wordende nationaal socialisme, dat is geweest dat ik in een vakantie op bezoek ging bij Arnold van Nierop en bij Hoebe, die een actie voerde met geschriften om te waarschuwen tegen het nationaal socialisme. Ze zijn ook allebei in het concentratiekamp omgekomen. Hè. En die verspreiden ook het materiaal van de zogenaamde actie voor God. En ik denk dat wij dat ook wel toegestuurd kregen op het seminarie of zoiets. In ieder geval, ik heb op het seminarie geweten dat zij daar in Breda woonden. En ik heb ze daar opgezocht ook. Wat waren dat voor mensen? Ja, dat waren heel bevlogen mensen. Hè. Maar die ze zijn hier toen gebleven toen de Duitsers binnengevallen zijn. En toen zijn ze vrij snel gearresteerd. Een opkomst van totalitaire ideologieën. Wat merk je daarvan als priesterstudent? Werd daarover gesproken? Werd toen nagedacht over wat moet de houding van de kerk zijn ten opzichte van die nieuwe bewegingen? Bij het seminarieprogramma had je het vak kerkgeschiedenis. En dat was kardinaal de Jong. De Jong die was historicus, voordat hij aartsbisschop van Utrecht werd, was hij docent kerkgeschiedenis in het seminarie van het Utrechtse bisdom. En was hij dus als kerkhistoricus in aanraking gekomen met deze opkomende beweging. En ik herinner mij dus dat wij dat wij gewoon door de figuur van de Jong, de uitstraling daarvan plus de publicaties die hij gedaan heeft, dat wij gewaarschuwd waren toen de Duitsers het land bezetten voor het nationaal socialisme. In de Nederlandse katholieke kerk is er geen aarzeling geweest ten aanzien van het nationaal socialisme. En dat zat hem in de Jong. Je hebt een driedelig handboek van de kerk, dat was ook ons handboek. En met een verhaal over de Jong was, dat toen Hitler aan de macht gekomen was, als hij dan naar Rome reisde of in Nederland terugkwam voor vakantie, omdat hij in Rome studeerde, kerkgeschiedenis studeerde, dat je dan niet langs meer in Duitsland reisde. Vermeed Duitsland. Bij de reis naar Rome, de Jong. Op uw vraag moet ik zeggen dat er geen systematisch programma was, maar dat er een feitelijke atmosfeer was. Met name in te vullen natuurlijk, de Jong, van Lierop en hun engagement. En dat je dus als daar opgroeiend en je voorbereidde op het priesterwerk, kwam je in deze atmosfeer terecht eigenlijk. Ja. Niet tegen de Duitsers als Duitsers, maar tegen het opkomende nationaal socialisme, ja. En dus in 1933 is Hitler aan de macht gekomen. Hè. In 1934 hebben de bisschoppen al een algemene waarschuwing gegeven tegen systemen die uitlopen op een dictatoriaal regime. In 1936 is uitdrukkelijk een nee gezegd verbod uitgesproken ten aanzien
van de NSB, dat is een Nederlandse organisatie. De NSB die was natuurlijk het meest ideologisch geladen van, in de richting van het nationaal socialisme. Daar werd uitdrukkelijk een verbod tegen uitgesproken. En volgens het toenmalig regime was het zo dat als een dergelijk verbod overtreden werd, dat was ook met het, als je socialist werd, zal ik maar zeggen, dan was dat al eerder gebeurd, dan werd je uitgesloten van de sacramenten en van de kerkelijke begrafenis. Dat werden sancties, werden daar mee verbonden. Dus 34 is er dus een algemeen verbod van dictatoriale bewegingen uitgesproken. In 1936 is het uitdrukkelijk het verbod van het Nationaal Socialisme, van de NSB, de Nederlandse, dus deze concrete Nederlandse beweging uitgesproken. En werd de aanzienlijke steun aan deze beweging, dat werd gesanctioneerd. Dus niet te communiceren, geen kerkelijke begrafenis. En dat is in 1941 uitgebreid tot het lidmaatschap. Dus als je lid was van de NSB, werd je uitgesloten van de sacramenten. Naderhand is dat principieel veranderd. Mijn voorganger in het bisschopsambt in Breda, dus de Vet, die had als industriepastor van tevoren had hij ondervonden wat de gevolgen waren van dat uitsluiten van de sacramenten bij de socialisten. En vandaar dat hij dat heeft afgeschaft met medewerking zowel van het socialisme als van de bisschopconferentie. Hij is daar intermediair geweest en hij heeft daar tegenover dit dwangregime van de kerk, zal ik maar zeggen, dat tegenover heeft hij de kerk van de uitnodiging voorgestaan en ook, laten we zeggen, systematisch vormende invloed naar de pastoren van toen uitgeoefend om dat te bereiken. Hè. Mm-hmm. Maar toen het socialisme nog samenhing met marxisme, mm-hmm. daar ging het eigenlijk over. Het was, in wezen ging het over het marxisme. Maar ja, bijvoorbeeld in de politieke partij, is Partij van de Arbeid, die heeft het wel het socialisme als sociale democratie voorgestaan, maar niet het marxisme. En binnen de socialistische beweging is er een tweedeling tussen communisten en socialisten ontstaan eigenlijk, terwijl het afhankelijk één was. Want dan kun je dus zien, in het zogenaamde mandement van 1953, was het 100-jarig bestaan van het bisschoppelijk bestuur, 1954 is het mandement, intussen was de Partij van de Arbeid ontstaan en die is afgeraden, maar niet verboden. Maar het NVV, dat was al verboden en bleef verboden toen. Maar het Partij van de Arbeid niet. En waarom het NVV wel? Ja, omdat men dat was traditioneel socialistisch. En dus in die zin wat marxistisch.